Roy Kortsmit, Sparta is jarig, viert een feestje. Jullie winnen met 2-0, je houdt een 0. Kortom, jouw dag kan denk ik niet meer stuk. Nee, ik denk dat het een volwassen wedstrijd van ons was. We zijn eigenlijk helemaal niet in de problemen gekomen. Je kan denk ik wel nog wat meer scoren voor het publiek. Alleen ik denk dat iedereen wel tevreden is. Je zegt niet in problemen komen. 20 seconden na rust krijgen zij hun enige echte grote kans. Moet jij handelend optreden. 2 minuten later is het 1-0 en later 2-0. Valt die bal binnen, is het misschien wel nog een moeilijke avond voor jullie. Ja, en dit zijn wel lastige wedstrijden denk ik voor een keeper. Omdat je weinig echt te doen krijgt. En, ja, dan moet je jezelf scherp houden. En dat lukte prima vandaag. 2-0, maar als je heel eerlijk bent, had dit misschien 4, 5, 6-0 moeten zijn. Is dat dan de kritische noot die we kunnen kraken? Ja, dat denk ik wel. Zeker op de verjaardag van Sparta wil je wat meer goals aan het publiek geven. En ook aan onszelf. Alleen, ja goed, het bleef bij 2 vandaag. Kom je zojuist de kleedkamer in, dan hoor je toch dat Twente met 4-1 bij RKC verliest. Doet dat jullie nog wat? Ja, ik zou liegen als ik zeg dat het niks doet. Het is toch lekker. Je weet dat hun staan nog steeds, geloof ik, nu 8 punten voor. Hartstikke veel, alleen voor hetzelfde gaat verliezen ze nog een keer en komt er druk bij kijken. Je weet het nooit, dus wij moeten gewoon blijven winnen en het hun lastig maken. Je keepte vandaag, wist je dat van tevoren al? Was het van tevoren zo gezegd van de ene keept vrijdag, de ander maandag? Of was het toch een verrassing voor je? Nee, dat was gewoon was duidelijk al zo naar buiten. En de trainer heeft gewoon duidelijk gezegd dat ik vandaag weer zou spelen. Dus. Wat vond je van die uitleg dat je dan vrijdag niet kon keepen om toch maar even te kijken wat de andere keeper Koremans kan? Ik heb gewoon een hele goede uitleg van de trainer gehad en daar kan ik me volledig in meegaan. Dus niks aan de hand. Wat is die uitleg? Nou, dat er toch veel wedstrijden nu nog zijn voor de play-offs. Er kan ook wat met mij gebeuren, blessures, noem maar op. Dan moet iedereen ritme houden. En Tim kan dan mooi ook een wedstrijdje spelen. Voel je dat niet als een bedreiging? Want stel dat hij goed keept, kan een trainer toch op een gegeven moment gaan twijfelen, al ben jij keeper ermee? Ja, kan altijd. Dus het is alleen maar weer voor mij ook een extra motivatie om nog harder te trainen, nog scherper te zijn. En ik denk dat concurrentie het beste in elkaar naar boven brengt. En het enige wat je dan kan doen is de nul houden en goed spelen. Dat doe je. Kortom, jij gaat er vanuit de komende weken wel weer gewoon in het doel te staan. Of zou het zomaar kunnen dat ook de komende weken Koremans weer wat extra minuten krijgt om echt... Dat hij echt kan laten zien wat hij kan. Want Jong Utrecht, met alle respect voor, dat was nou niet echt tegenstand. Ik weet het niet. De trainer, als de trainer dat nog een keer wil doen, dan zal hij dat gewoon aangeven. En dat zou voor mij op zich prima zijn. Tot slot, 2 weken geleden werd bekend dat jouw contract niet werd verlengd. Dat is allemaal formeel, het zou nog kunnen. Hoeveel clubs hebben er al bij je zaakwaarnemer aangebeld? Ik zou het echt niet weten. Nee, ik weet het niet. Ik moet zeggen dat ik nu sowieso echt volledig op Sparta focus. Mocht dit mijn laatste maanden zijn bij Sparta, dan wil ik dat echt heel mooi afsluiten. Ik heb een fantastische tijd gehad en nog steeds. Dus ik wil er alles aan doen om op en top te presteren.